Vandaag zijn we hier samengekomen in Sunparkse Campus in Meren te Mol, waar gisteren de kersverse finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd wie ze geworden zijn. Wel, naast mij zit één van de kandidaten. Dag Glenn, vertel eens wat meer over jezelf. Ja, ik ben Glenn, 26 jaar, uit het Limburgse Overpelt. Ik ben werkende als schrijnwerker en ik ben vrij geobsedeerd met mindset, mindfulness en bodystyling, fitness eigenlijk. Oké, top. Moet ik je hobby's dan ook in die genre gaan zoeken of heb je totaal andere hobby's? Ik doe aan fitness, dus dat is een van mijn hobby's vooral. En voor de rest ben ik echt bezig met mezelf te evolueren op het gebied van mindset en mindfulness en vrijer te leven, rustiger te leven. En ook andere mensen proberen te helpen daarbij, ook qua mindset, dingen bij te sturen, de juiste vragen proberen te stellen, dat mensen goede vragen aan zichzelf proberen te stellen en zo verder geraken. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk bij mezelf te doen. Waarom doe je mee aan Mr. Gay 2020? Ik ben in het verleden een vriend van mij verloren aan een drugsverslaving. En dat heeft niet alleen mij pijn gedaan, maar de rest van zijn vrienden en zijn familie ook. En ik heb er meerdere zien afzien van een drugsverslaving. Niet alleen een drugsverslaving, alcoholverslaving ook. En ik merk dat het in onze wereld, dus de holibi-wereld, vooral heel sterk leeft toch wel. Mensen die zoeken een uitvlucht, die zoeken echt een vlucht in alcohol, drugs, iets verdovend. En dat is niet echt een oplossing, dat maakt alleen maar meer problemen. En dat is dan ook het thema dat je wil aangrijpen, deze verkiezing, om dat in de picture te brengen, zodat mensen beseffen hoeveel kwaad drugs met zich meebrengt. Ja, vooral in de picture brengen en te laten zien van welke drugs wat kan veroorzaken en dat het te laat is voordat je het zelf beseft. En eventueel ook ervoor zorgen dat er meer bekendheid is in de holibi community en dat er meer oplossingen zijn voor holibies met een verslaving. Want ik merk zo, als ik met mensen spreek die een verslaving hebben of drugs gebruiken in de holibi gemeenschap, die kunnen niet geholpen worden door bijvoorbeeld het CAD of een gewone psychiater of psycholoog, want die voelen zich niet begrepen omdat hun drugsverslaving is begonnen met iets heel anders, 9 van de 10, tegenover een gewone hetero man of vrouw. Ja, lijkt me een heel zwaar thema. Heel veel succes alvast. En ik ben benieuwd wat je er allemaal mee gaat doen en waar je zult eindigen 23 mei tijdens de finale. Veel succes!